tweede keer in haar geschiedenis zette het Financiële Dagblad Nederlands snelst groeiende ondernemers in het zonnetje met de FD Gazelle Awards editie 2005. FD is een krant voor ondernemende mensen. Deze prijs beloont opvallend ondernemerschap. En zo laten we zien als krant dat we de polsslag van het Nederlands bedrijfsleven goed volgen. De begeerlijke massief stalen beeldjes werden in verschillende Nederlandse regio's uitgereikt door diverse kopstukken uit de provinciale politiek. En twee hoofdredacteuren van de FD Media Groep. Waarom kan ze die prijs nou weer uitreiken door een slak? En hij is nog net zo lelijk ook! Laat u zich hierdoor niet op het verkeerde been zetten, want deze beide hoofdredacteuren nemen de gazellen uiterst serieus. Twee keer per week reisden zij en de gehele gazellenkarawaan af naar 7 regio's om de awards uit te reiken. Achtereenvolgens kwamen Noord- en Oost-Nederland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht en Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland in het voetlicht te staan. De snelle groeiers uit Noord-Holland voltooiden de reeks. Al deze winnaars mogen zich nu dus de gazellen van 2005 noemen. We zijn heel tevreden, we zijn heel geïnspireerd geraakt door de tientallen ondernemersverhalen die we nu te horen hebben gekregen in heel Nederland. Ondernemer worden kun je in heel Nederland, in elke regio, in elke branche, als je maar een goed idee hebt en de durf hebt om het uit te voeren. De awardwinnaars werden niet alleen op de uitreiking zelf in het zonnetje gezet, maar mochten zich ook verheugen op ruime aandacht in het Financiële Dagblad, op BNR Business Radio en op de internetsite van de mediagroep. Onder meer in de videoreportages, die daags na de uitreiking op de FD-site te zien waren. Ik word steeds trotser. Als ik dit allemaal zo meemaak en het enthousiasme waarmee het gepresenteerd wordt, dan ben ik een gelukkig mens. Je bent meestal al je medewerkers bij aan het vertellen hoe goed ze het doen. Of af en toe ook bij mensen dat ze het niet zo goed doen. Maar er zijn maar weinig mensen natuurlijk die mij vertellen of ik het wel of niet goed doe. Bij mij zijn dat meestal de cijfers. En die worden dan hier op dat moment worden die beoordeeld. En blijkbaar val je daarmee in de prijzen. Dus dan doe je het toch goed. Ga je ermee doen? Ja, iedereen even laten zien, denk ik. Een rondje maken of wat. Ik denk dat ik geen zo'n rondje hoef te maken. Ik denk dat iedereen morgenochtend wel geïnteresseerd is in wat er vanmiddag zich heeft afgespeeld hier. En dus we kunnen hem laten zien. Dat deze ondernemers meer te vertellen hebben dan dat ze trots en blij zijn, bleek al gauw. We hebben ze dan ook uitgehoord over hun persoonlijke ervaring en hun visie over het ondernemerschap. Laaiheid en onkunde. Laaiheid zorgt voor efficiëntie. Onkunde zorgt ervoor dat je op alle plekken in je organisatie naar hele goede specialisten gaat zoeken waar je op kunt vertrouwen. En dat helpt ook weer bij die laaiheid, want dan kun je dat allemaal overdragen aan die mensen binnen je onderneming. Ik zei zojuist al dat ik ook fouten heb gemaakt en ik denk dat het van belang is om ook voor Nederlandse bedrijven en ondernemers te gaan beseffen dat je inderdaad fouten mag maken. En failliet gaan is misschien een manier van fouten maken, omdat je daar enorm van kunt leren. Nee, ja, ik denk dat je daarbij om een eerlijke afweging te maken over de regelgeving in Nederland moet je ook kijken naar ons omringende landen. Ik denk dan Nederland nog best heel aardig uit de bus zal komen. De FD Gazellen 2005 was een feest, of beter, 7 feesten. Die trouwens een uitgelezen gelegenheid bleken voor al deze ondernemers om eens flink te netwerken. Tot zover deze korte terugblik op de FD Gazellen 2005, maar wees onbevreesd. De kans is groot dat we deze snelle groeiers regelmatig terugzien. En misschien wel bij de derde editie van de FD Gazelle Awards.